Het is afgelopen jaar, 19 februari exact. En toen was Aline niet het bedevaartsoord, terug naar het zeegebied. Het grootste gedeelte was onder water gelopen. Door een damdoorbraak zoals deze waren er in februari 2015 tientallen evacuaties noodzakelijk. De schade aan de huizen en inboedel was aanzienlijk. Ook landbouwgronden raakten verzeild. Hoe moet dit verder in de toekomst? Van de landen die wereldwijd het meest bedreigd worden door zeespiegelstijging staat Suriname in de top 7. Het grootste deel van de kustgemeenschap te weg naar zee leeft nu al onder zeeniveau. Ook het bedevaartsoord is inmiddels bijna omringd door het water. De zeedreiging is voor deze bewoners zelfs het meest acuut in heel het Caribisch gebied en Zuid-Amerika. Professor Naipaal, hoogleraar klimaatverandering en water aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, voorzag dit probleem en initieerde het Building with Nature Project de weg naar zee om dit gebied en bewoners te helpen beschermen tegen het oprukkende water. Conservation International Suriname ondersteunde de professor in zijn zoektocht naar oplossingen. Het Building with Nature concept dat werd toegepast kwam van Wetlands International en werd in Indonesië al succesvol geïmplementeerd. Binnen het project worden natuurlijke materialen zoals walaba en bamboe gebruikt. Dit werkt als volgt. Momenteel slaat de zee in op de kust omdat mangroves die de natuurlijke kustlijn vormden zijn verwijderd voor visvangst, infrastructuur of huizenbouw. Er ontstaan zo inhammen in de kustlijn en het gevaar op overstromingen inlands neemt toe. Door langs de kustlijn in zee een houten dam te bouwen, worden de golven afgeremd. De houten dam heeft een afmeting van ongeveer 200 meter lang bij een halve meter breed en 2 meter hoog. Nadat de walabapalen geplaatst zijn, worden er stapels bamboe tussengelegd, waardoor er waterdoorlatende dammen ontstaan. Doordat de snelheid van het water vermindert, krijgt het sediment dat met het water meekomt de kans om te bezinken. Als de zee zich weer terugtrekt, blijven delen van het sediment achter. Na ongeveer een jaar tijd is er genoeg sediment, oftewel modder, verzameld om te spreken van landaanwinst. Om dit nieuwe land te behouden worden er vervolgens handmatig mangrovenplantjes teruggeplant. Deze mangroves hebben enkele voordelen. Niet alleen houden ze met hun wortels de herwonnen grond vast, ze zijn een broed, rust en voedingsplaats voor vissen. Ook bijen gedijen goed in de mangrovenbossen en helpen met hun bestaan om landbouwgewassen in de omgeving te bestuiven. Bovendien houden mangroves vanwege het bijzondere proces dat zich afspeelt in de slipbodem meer CO2 vast dan ander bos. Dit draagt ertoe bij om Suriname een van de weinige carbonnegatieve landen ter wereld te houden. Onder leiding van professor Naipaal van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is er hard gewerkt sinds de start van het project. Binnen 3 maanden werd de eerste dam onder brede belangstelling van onder andere de minister van Openbare Werken en Omwonenden opgeleverd. Sindsdien zijn er metingen verricht en anno 2016 kwamen de resultaten binnen. Er is sprake van succesvolle oeverbescherming. Er is vastgesteld wat het beste type waterdoorlatende dam is voor de omstandigheden in dit gebied. Dataverzameling heeft geleid tot vaststelling dat er per jaar meerdere veranderingen plaatsvinden in de zeestroming die de afzet van sediment en erosie beïnvloeden. Dit was nog niet eerder bekend. Voor optimale bescherming van dit kustgebied en voor een beter begrip hoe je met Building with Nature technieken kwetsbare kustgebieden over de hele wereld kunt beschermen door mangroves te herstellen, zijn er nog meer van dezelfde waterdoorlatende dammen nodig. Door de succesvolle pilot kan het project nu verdere voortgang vinden. Inmiddels zijn de mangroves geplant in het gebied waar modder is afgezet. Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de bouw van nog 5 waterdoorlatende dammen. Deze zullen binnen enkele maanden worden opgeleverd. Met het Building with Nature project bij weg naar zee wil Conservation International Suriname niet alleen zorgen voor bescherming tegen de zeespiegelstijging, maar ook voor herstel van ecosysteemproducten voor de lokale gemeenschap, zoals meer vis en hogere opbrengsten vanuit de landbouw in het gebied.